Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video waarin dat we eens gaan afstemmen en kijken wat dat de boodschappen zijn wanneer dat het gaat over de week die komt. Wat is de boodschap? Wat moeten we weten over de week die komt? Oeh. En de Eight of Orbs. Oké, dan zien we aan de onderkant. De Three of Challenges omgekeerd. Oh, ben ik zo gekeken. De Three of Challenges. En de Six of Flames. Met de Four of Orbs en de Two of Challenges. Dus 1-8. Maar dus, ja, niet voor jullie omgekeerd, maar dus eigenlijk niet ook. Dus dat is hetgeen waar we naartoe aan het werken zijn. Maar het is dus belangrijk dat we eerst die eenheid creëren in onszelf. En die eenheid, die komt er wanneer we de leiding volgen van ons hogere zelf, van ons team. En wat wordt er nu eigenlijk gevraagd, is eigenlijk om weg te stappen van al die illusies die onze gedachten creëren. Maar je ziet ook in deze kaart, ik ga het even dichter nemen, die dame heeft een blinddoek aan. En dus ziet ze niet dat er een weg uit is, een weg vooruit is naar het licht, maar via haar emoties. Dus ze geeft eigenlijk veel te veel kracht aan haar gedachten. En dat is ook iets, een van de lessen dat we leren wanneer dat we in het proces van bewustzijn zitten, dus van het wakker worden zitten, is dat we moeten leren om dat evenwicht te vinden tussen ons hart en ons hoofd, tussen gedachten en emoties. En dat we beiden, zowel onze gedachten als onze emoties, op een correcte manier mogen gaan leren begrijpen, gaan interpreteren. En de correcte manier is eigenlijk, want je ziet ook hier, dat teken op zijn hart. En ze doen mij ook denken aan een zonnevlecht. Een zonnevlecht zit niet daar, zit iets lager. Maar dus hetgeen wat ik hoor is dat ze via de roerswim van je hart, mag je op die manier naar de buitenwereld gaan stappen. En dus wat dat zeggen, dat eigenlijk dat je zelf eigenlijk die ene vlam moet worden om andere vlammen te kunnen aansteken. Dus je moet eerst het vuur in jezelf gaan vinden, vooraleer dat je überhaupt in staat kan zijn om jouw vlam, jouw passie, jouw liefde te delen met anderen. Of dat het nu gaat om vrienden, of kinderen, of partners, of ouders, of collega's, of vrienden, of daar heb ik al gezegd, of klanten. Het maakt niet uit. Zolang dat jouw vlam niet brandt en niet voldoende straalt voor jezelf, kan je nooit in staat zijn om de vlam van een ander überhaupt aan te roepen. Gewoon naar je toe te trekken. En dus is het belangrijk dat je volledig eigenlijk alles afbreekt om weer evenwicht te krijgen in jouw wereld. Om weer die nieuwe hogere wereld te gaan creëren. Kijk, voilà. Die is belangrijk blijkbaar dat we die leggen, anders zou het er niet uitvallen. We gaan... Oeh! Daar gaat hij. Een heleboel. We gaan dus nog 8, ik ging zeggen 7. Maar dus 8 kaarten gaan we nog leggen. Die gaan dus te boven. Om het verhaal van deze week completer te maken. Dan hebben we... Oh my god, de dood en de duivel naast elkaar. Why not? Oké, en dan de Queen of Swords. Koningin van zwaarden is kan zien. Ik zie dat ik op de kamer nog wel lager moet liggen. Voilà. En de Ace of Wands. Wat krijgen we aan de onderkant? De Emperor. Met de Nine of Pentacles, de Queen of Pentacles. Die dan met mee, zeggen ze. En 10 of Swords, 10 of Wands. Twee keer einde. Om uiteindelijk verder in je passie te stappen en evenwicht en balans te brengen in alles wat er gaande is. Dus, wat zien we? Wat is hetgeen dat wel gezegd wordt? Die Empress is een hele belangrijke. Samen met die Nine of Pentacles en de Queen of Pentacles.
De Emperor is eigenlijk de Divine Masculine energie. De Nine of Pentacles en de Queen of Pentacles is dat eigenlijk belangrijk is dat we elk in onszelf, dus jij voor jezelf en jouw tweelingvlam of tweelingziel of diepe zielsconnectie voor hij of haarzelf, dat jullie die eenheid eerst in jezelf creëren, als je dat daar gezien hebt, maar dan ook tegelijkertijd jullie individualiteit bewaren. En dat je vanuit die individualiteit ook een eenheid kan komen dan in de connectie. Maar daarom is het belangrijk dat de vrouwelijke energie die eerst die Queen of Pentacles wordt. Dat zij nog meer, geen controle, maar nog meer leert hoe dat zij haar fysieke wereld kan gaan vormgeven. Vanuit de balans met het mentale en het emotionele, maar als drijfveer, dus gestuurd en geduwd door haar eigen flame. Haar eigen vlam. Dus zij is zelf gewoon ook een eigen volledige, volwaardige vlam. En wanneer dat ze dat meer en meer ook gaat gaan bewust worden, dan gaat dat niet alleen voor meer begrip over de connectie en over haar leven of over het manifestatieproces of wat dan ook brengen. Het gaat ook duidelijk worden waar dat ze haar kracht en energie mag gaan toe aan gaan geven. Want nu zit ze nog veel te veel terug te kijken en voornamelijk ook op energetisch vlak gaan voelen van wat dan mogelijk is. Kijk, zeker als zielen, zeker als tweelingvlammen, hebben we die herinnering van die eenheid dat we hebben met ons tweelingvlam. Dus dat maakt dat we daar zo hard weer naartoe verlangen en dat we alles zullen doen vanuit controle, dat is die duivel, dus vanuit die controle, vanuit die angst, vanuit de scheiding, om die andere weer te gaan vangen. Maar dat komt voort vanuit de vervormde vrouwelijke energie. Daarom is het de post bijvoorbeeld, waar je heel veel vrouwen ziet hun seksuele energie maar op een verkeerde manier te gaan gebruiken, omdat ze een mannelijke energie willen gaan strekken. En dat triggert natuurlijk bij de mannelijke energie die bindingsangst, omdat de mannelijke energie geleerd hebben van als ze te dicht komen bij die vrouwelijke energie, dan gaan ze ons vastzetten en gaan ze ons geen vrijheid meer geven. En dat is hetgeen wat we hier moeten nu, deze week nog meer gaan moeten uit losbreken. Dat we leren om de anderen vrij te laten. Dat we weten dat wanneer dat inderdaad onze tweelingvlam of onze diepe zielsconnectie of een connectie is die echt bedoeld is om in ons leven te zijn, dat die automatisch via de vlam van de passie, via jouw vlam teruggekomen. Om die twee vlammen te gaan creëren dat we hier gezien hebben. Maar daarvoor moet jij dus eigenlijk stoppen met de Queen of Swords te zijn. Kijk, hier die Queen of Swords. De Queen of Swords die kan heel kwetsend zijn. Maar vaak is het zo dat we dat allemaal geleerd hebben om dat vanuit onze wonden en onze kwetsuren en onze zwaktes dingen te gaan zeggen. Wanneer dat verandert en meer gaat spreken vanuit de passie en vanuit de liefde die je voelt, hoe minder dat je gaat zien dat jouw ballast een trigger is voor de andere om er weg te lopen. Een trigger is voor de andere om in zijn of haar copingmechanisme te gaan stappen. En dat is hetgeen dat we deze week eigenlijk nog meer en nog meer en nog dieper en dieper mogen bewust, dus ja, bewust over worden, eigenlijk weten en daar meer dingen over gaan leren. Laten we zien wat we nog extra kunnen aan toevoegen. Maar ik vind dat vast een hele mooie boodschap voor deze week. Kijk in jezelf waar dat je nog vanuit je wonden en vanuit controle gaat gaan reageren in gelijk welke relatie. Niet alleen in naar je tweelingvlam, maar in elke relatie. In vriendschappelijke relaties, in collegiale relaties, whatever dan ook. Want dat gaat jou de nodige kennis en wijsheid brengen om dat uiteindelijk ook toe te passen in jouw tweelingvlamconnectie of in je diepe zielsconnectie. Wat hebben we nog meer aan informatie? Wat kunnen we nog meer laten weten? Oeps, daar gaat hij. Into me I see. Healing the heart and awakening genius. Ja, kijk, eigenlijk is het ook weer een bevestiging van hetgeen wat we net gezegd hebben. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je in jezelf gaat gaan kijken wat en van waaruit dat je bepaalde gedragingen stelt, bepaalde patronen hebt, waar dat ooit is ontstaan, van wie dat je dat geleerd hebt, door wie of welk gedrag, eigenlijk door welke wonden van iemand anders dat jij bepaalde mechanismen voor jezelf hebt gecreëerd om je hart te gaan beschermen. Maar zolang dat je dat gaat gaan doen, de copingmechanismen toepassen zoals je het altijd gedaan hebt, ga je je hart niet verder gaan healen. En daar gaan we deze week meer en meer helderheid over krijgen, meer en meer het licht werpen op de schaduwen.
het licht werpen op wat dat is dat ons nog vasthoudt en tegenhoudt om inderdaad die diepe, krachtige, onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en dan uiteindelijk in de tweede fase eigenlijk voor een andere ziel te gaan ervaren. Maar dus hoor wat ik zeg, onvoorwaardelijke liefde gaat in eerste instantie voor jezelf. Pad lopen van een tweelingziel gaat in eerste instantie over het terugkeren naar jouw blauwdruk, naar wie dat je bent als ziel. En dat vraagt natuurlijk om alle dingen die je geleerd hebt, alle patronen, alle ideeën en overtuigingen die je hebt over relaties of over hoe dat dingen zou moeten gaan, dat je dat van je aflegt. En dat je daar meer helderheid, meer vanuit dat hoger bewustzijn gaat gaan krijgen. Daarom heb ik ook het traject zelfrealisatie vanuit het hart, gedrag en bewustzijn gecreëerd samen met mijn team en mijn gidsen. Omdat dat helpt om heel veel blokkades op mentaal, emotioneel, energetisch en fysiek vlak te gaan kankeren, gaan healen. Om die hartheling nog dieper te maken. Zodanig dat je in staat bent om inderdaad een zuiver kanaal te worden voor passie en voor onvoorwaardelijke liefde. Emotionele challenges, resolve the issue and timing is critical. Celestial gatekeeper. Ook hier weer hetzelfde, naamvulling. Ga die emotionele uitdagingen aan. Ik heb vaak klanten die in trajecten van mij zitten. En dan laten ze weten van, ja, ik ga weer doorheen een diepe emotie. Moet ik daar niet van wegkijken? Of moet ik dit niet? Of moet ik dat? Maar wanneer dat een emotie blijft naar boven komen, dan is dat de bedoeling dat je er doorheen gaat. Dat je net doorheen die diepste angst gaat. Want aan de andere kant van die diepste angst, daar ligt je verlossing. Daar ligt je oplossing. Daar ligt jouw healing, jouw helderheid, jouw ware, zuivere passie. En geen vertekende, voorwaardelijke liefde. Maar ja, het is lastig en het doet pijn. En we zitten liever altijd in die happy vibe. Maar ja, het leven is er een van verschillende dualiteiten. Dus volg je deze week je intuïtie. Als je wil met de vlammen, of als je weet hoe je met de vlammen tussen moet werken, dan kun je met die twee kleuren van vlammen werken. De aardsengels in de rasdeel en zatkeel. En dus wat zeggen ze? Om eigenlijk meer en meer nog je intuïtie te gaan volgen, daarnaar te gaan luisteren en actie te nemen. Dus afgestemde actie. Dus afgestemd op je ziel, op wat je voelt diep van binnen. Niet wat je denkt, maar wat je voelt. En hou jouw energie zo hoog mogelijk en wees dankbaar. Probeer dankbaarheid te uiten voor de superkleine dingen die er zijn. Want dat gaat je helpen om je energie te verhogen en om weer voorbij obstakels en lessen en wat dan ook maar te gaan. Oké, wat zijn de extra boodschappen nog? Het verleden zegt iets over wie dat je bent. Het maakte je enkel sterker. En weer, doe iets voor jezelf. Als je wacht, dan eindig je met niets. En dat is ook die onvoorwaardelijke liefde in eerste instantie aan jezelf geven. Oh, oké, dat zijn deze. Dan hebben we nog liefde kwetst niet. Nee, het zijn gewoon. Liefde spiegelt eigenlijk de schaduwen die er nog zijn, omdat er te weinig licht en liefde aan gegeven wordt. Laat menselijke ervaringen niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren. Omarm je kracht. Het grootste geschenk je jezelf kan geven is vrijheid van de mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. En dat is iets waar heel veel mensen moeite hebben om die verschuiving te maken. Om niet meer te gaan pleasen, om geen goedkeuringen meer te zoeken. Omdat we eigenlijk doorheen het systeem en dus door onze ouders zo opgevoed zijn dat we altijd hun toestemming nodig hebben. Maar dat is niet. Dat is niet meer. Je bent een volwassen man of vrouw. Soeverein in wie dat je bent en in staat om je eigen keuzes te maken. En oké, daar hangen vaak ook gevolgen aan vast, maar ook dat is jouw verantwoordelijkheid en niet die van iemand anders. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. En laatste, zet geen filter op je leven, leef het ten volle. En ik hoor nog dat we nog een kaart van de mannelijke en de vrouwelijke energie omarmt. Dus we gaan nog één kaart voor wat de vrouwelijke energie nodig heeft deze week. Oh. Splits je grotere droom in kleinere doelen. En voor de mannelijke energie. Wees gewoon jezelf, perfectie is een illusie. En ik weet niet wat u het opvalt, maar de vrouwelijke energie krijgt eerder een mannelijke boodschap. En de mannelijke energie krijgt eigenlijk eerder een vrouwelijke boodschap. Dus deze week ga je zien dat eigenlijk de verschuiving gemaakt wordt. En dan eigenlijk de mannelijke en de vrouwelijke energie circuleert om. Ik ga niet zeggen de ander te zijn, maar om
vanuit de andere energie te gaan manifesteren. Dus als jij meestal vanuit vrouwelijke energie gaat gaan opereren, focus je deze week dan meer op je mannelijke energie. Ga je anders meer eerder en vanuit nature uit vanuit je mannelijke energie gaan functioneren, maakt dan dat je deze week meer focust op die vrouwelijke energie. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat je heel wat inzichten en boodschappen hebt mogen ontvangen. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan op mijn kanaal. Dan help je mij en anderen om deze video's en boodschappen te vinden. En om natuurlijk ook te leren hoe dat een diepe zielsconnectie, hoe dat relatie vanuit dat hogere bewustzijn, hoe dat werkt. Want dat is eigenlijk de bedoeling van dit kanaal, onder andere. Zo, dat was het voor deze video en ik hoop je alvast te zien in de volgende. Dag!